Hoeveel protestbrieven hij heeft geschreven aan zijn gemeente, René Adriaans weet het echt niet meer. Stapels. Door de opening van de nieuwe brug rijden er straks 4 keer zoveel auto's door zijn straat. Geen 1500 per dag zoals nu, maar tegen de 6000. Er gaat hier heel wat veranderen. Ik vind dat je dan eigenlijk niet eens meer kan spreken van een dorpskarakter. Ik vind dat je niet meer kan spreken van een fijne leefomgeving waar je eventueel kinderen gewoon de straat op kunt laten gaan. Het is een klein stukje lopen van zijn huis naar de derde brug. Deze maakt een doorgaande verbinding mogelijk langs het centrum van het dorp. Minder verkeer bij de winkels, maar meer in de wijk van René. Na bijna 20 jaar heeft hij de strijd verloren. Ja, ik mag niet vloeken op tv. Laten we daarop houden, maar daar zit natuurlijk mijn hoofd en mijn hart vol mee. Maar de gemeente is dolblij dat de derde brug er eindelijk ligt. Een echt noodzakelijk iets. We hebben hier met name ook in de avonduren nogal last van sluipverkeer. Dat komt uit Zuidoost en dat kan nu via deze route en niet meer via de Hoogstraat, de Winkelstraat. Kan het zijn weg vervolgen. Dat René Adriaans de strijd om de derde brug heeft verloren, dat snapt hij. Maar boos is hij nog steeds. De gemeente had beloofd om geluidswerende maatregelen te treffen, voordat de brug er zou liggen. De wijze waarop de gemeente zijn doel heeft bereikt is ook niet even eerlijk overal geweest. En daarom voelen we ons erg gepakt en benadeeld door deze gemeente. We gaan binnen enkele maanden nu ook de woningen die er voor in aanmerking komen, die gaan we dus verder geluidsisoleren. En al die brieven aan de gemeente? Ja, het heeft geleid tot wat vertraging.